met een ander. En niet in je hoofd een oordeel hebben en daardoor jou nooit willen ontmoeten. Ja, Adelheid Roos over haar project Wijksafari. In de Bijlmer in Amsterdam begonnen, maar nu kun je ook wereldwijd op Wijksafari. En voor dit letterlijk grensverleggend project heeft ze een Amerikaanse International Theatre Award gewonnen. Ze ging daarvoor gevaarlijker voor dit project Mexicaanse wijken bijvoorbeeld in. Je kunt er ook zeker niet bang noemen, dat kunnen we zeggen. En misschien ook wel een echte taboe doorbreker. Adelheid Roos, goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel. Waar was je toen je hoorde dat je de prijs krijgt? Amsterdam Noord in de Bannen. Aan het werk? Ja. En wat was je reactie? Verheugend. Ja? Ja, ik vind het altijd iets... Ik ben een beetje een kind op dat gebied. Ik word dan 7 jaar en dan zie ik mezelf met schepjes en emmertjes op het strand zitten. En dan, net alsof ik een hele mooie grote rode ballon over de oceaan... denk ik, wow, oh, wat lief van de wereld. Wist je meteen om wat voor prijs het ging? Nee. Absoluut niet. Ik ben daar ook helemaal niet op gefocust. Dus de keren dat ik in mijn leven prijs heb gewonnen... wat ik zei, een beetje kinderlijk. Dat ik het dan moet gaan opzoeken wat het is. Dat heb je gedaan, neem ik aan. En ook het juryrapport gelezen? Ja. En wat trof je het meest? Ik vond het. Ik kreeg een mail 2 dagen geleden, wat ik ontzettend lief vond, van de voorzitter van de Van Praagprijs, Alexander Rinoy Kan. En ik heb 2 jaar geleden de Van Praagprijs gekregen. En hij zei eigenlijk ook zoiets dat het een. De Van Praagprijs heeft dezelfde essentie. En dat is de humanistische en sociale dynamiek in het kunstwerk. En dat zit eigenlijk in dit juryrapport ook. Dat is een prachtige omschrijving. Voor de mensen die toch of niet weten wat Wijksafari is... of nog nooit meegegaan zijn. Is het? Het is een voorstelling van 4,5 uur. Dus ik ga het dan in hele simpele zinnen voor de radio zeggen. Want anders word je crazy. Je gaat als publiek... maak je eigenlijk een 4 uur durende... hele intieme reis door een wijk, door straten. Je komt in huiskamers van mensen en daar ben je getuige van gewoon een lange scène ook, die 50 minuten duurt, tussen een speler en een wijkbewoner die elkaar eerder niet kenden. En die hebben dus al mijn spelers wonen 2 weken bij een wildvreemd iemand in huis. En dat is eigenlijk van een grote gratie dat mensen dat de bewoners in de wijken waar we dit maken hier hun deur voor openen. En dan ontwikkelt zich een gelijkwaardig scenario. Dus de speler is niet de journalist. De speler is ook niet de toeschouwer. De speler legt zijn levensverhaal op tafel. En de wijkbewoner het zijne. En dat vlecht zich in elkaar. Nou, ik noemde jou een taboe doorbreker. Wil jij het taboe? Bijvoorbeeld zo'n wijk is vaak voor veel mensen ook een soort taboe, toch? Nou ja, in Nederland valt dat. Weet je, in Nederland is dat helemaal niet mijn focus. In Nederland, want daar. Ja, ik vind het op niet veel plekken in die zin gevaarlijk of zo. Ik vind dat ook een vreemd woord om dat tussen mensen in te leggen. Weet je, mensen hebben heel vaak dat ze zich niet gehoord of niet begrepen voelen. Of. Weet je, en daar hun eigen weg weer in zoeken. En zich dan geïrriteerd of gefrustreerd. Of dan op een zeker moment gewelddadig uiten. Maar dat heeft ook. Ja, dat. Maar ja, je organiseert dit niet voor niks, toch? Omdat die mensen blijkbaar onvoldoende weten of nooit in die wijken komen? Ja, dat is het. En dat is eigenlijk heel mooi. Dus ik vind publiek ook. Ja, dat is eigenlijk goed dat je dat zegt. Ik vind publiek daarin ook heel. Daarin ook eigenlijk heel transparant. En ook weer vriendelijk. Omdat ze ook zichzelf beschouwen. Dus een heleboel mensen uit de stad zeiden. We hebben de Wijksafari in de Bijlmer 2 jaar achter elkaar gespeeld. Dus is ook daar in reprise gegaan. Was een prachtige voorstelling, vond ik. En dan komen daar heel veel mensen uit de stad, wat je dan noemt uit het centrum, en die dalen met die metro zo, weet je, elke dag honderden mensen zo die Bijlmer in. En die zeggen dan oprecht,
Oh, wat is het hier zachtmoedig. Oh, wat is het hier groen. Oh, wat zijn de mensen hier lief. Dus dan denk je, moet je kijken hoe wij elkaar beschouwen, weet je. Als gewoon de Bijlmer van Amsterdam, snap je. Daar is zo'n prachtige wijk. Dus het is heel gek dat je, als je in de stad woont en je komt daar niet uit, terwijl je denkt, ik ben een wereldburger, dat je een soort huiver hebt als je met de metro de Bijlmer indaalt. Snap je? Het is een soort slechte van voordelen. Hè? Je gesluierde monologen doe je dat ook mee. Wanneer is dat eigenlijk bij jou persoonlijk begonnen? Hoe is dat wanneer kreeg je die behoefte of misschien zelfs al noodzaak om dit te doen? Ik denk dat ik het eigenlijk heel vroeg kreeg als kind al, maar dat je dan te jong bent om het te snappen. Maar ik was binnen mijn gezin, wat ook absoluut hele fijne kanten had, was ik het uitzonderlijke of het vreemde of het wat mijn moeder altijd noemde het wilde wolvenkind. Dus ik denk dat ik de uitzondering ken. En wat ik niemand gun, maar ook niemand, is dat een mens wordt vervreemd. Want voelde jij je vervreemd dan in dat gezin? Ja. En daar komt het natuurlijk uit voort. En blijkbaar heb ik daar een soort, daar ben ik dan door gered, dat vind ik ook heel fijn, een soort dynamiek gehad waardoor ik me steeds kon herstellen en me terug kon vechten in die roedel. Weliswaar ook gewoon met geweld. Geweld? Ja, maar ik bedoel verbaal geweld. Oh. Weet je, of, ik bedoel, jij als kind gebruik je ook. Weet je, ik bedoel, ik heb wel ook de agressie gevoeld van het dat ik me moest terugvechten. Weet je, in het katholieke gezin, dat in de tijd, geloof ik, naar de Achterhoek verhuisde? Ja, klopt. En had je daar te maken met onbegrip? Ja, nou, wat ik net zei, maar ik heb dat bijvoorbeeld ook bij het. Ik heb heel lang in een nonnenklooster op school gezeten. En dat, ja, jongens, ik denk ook steeds, jongens. Daar zei net iemand, ik weet alleen niet wie. Er was net in het nieuws iemand die het had over de. Een politicus, neem ik aan. Wetten en regels vereenvoudigen. De ombudsman was dat. Oh, de ombudsman. Ja. Geweldig. Fijn. Nou ja, dat zijn ook dingen. Dat ik denk. Er is een hele grote eenvoud. Zoals volgens mij in alles. Het is eten en drinken, het is slapen, het is vrijen, het is verliefd worden, het is boos worden. En je kan daar super gecompliceerd over doen, maar als je ergens niet wordt toegelaten, dan is het ook volgens mij de reflectie van de partij die iemand niet toelaat om te kijken wat je doet. Daar kan je hele gecompliceerde zinnen over bouwen. Ja, dan moet je even uitleggen. De reflectie van de partij die iemand niet toelaat over. Wat bedoel je precies? Nou, als ik jou niet toelaat in mijn territorium. Ja. Dan kan ik daar drie hele politieke ingewikkelde argumenten voor formuleren. Maar ik zou ook kunnen zeggen, en daar gaat mijn werk over, hey, ik vervreemd jou van mij. Waarom doe ik dat? Ja, ik kan ook denken, ik wil niks met die man of vrouw te maken hebben, toch? Sommige mensen vind je vervelend of zo. Ja, en dat kan. En ik denk, ja, je bent met z'n allen op die planeet. Hoe interessant is het als je iemand vervelend vindt? Ja. Ja, jij vindt nooit iemand vervelend. Nou, je kan. Oh, zeker wel. Maar ik heb dan niet de neiging om het weg te doen. Ik denk dan hoe interessant is het dat ik iemand vervelend vind? Waar zou dat bij mij ook aan kunnen liggen? Dat vind ik een leuk onderzoek. Om vooral naar jezelf te kijken. Nou, ik vind, laat ik zeggen, de opbouw van de relatie tussen jou en mij, zonder dat ik daar iets mee moet, of zonder dat jij daar iets mee moet, vind ik interessanter dan dat ik je afbreek. Is dat iets waar jij eigenlijk altijd mee bezig bent? Ik bedoel, niet alleen je werk, maar ook thuis? Ja, als ik wakker word, is dat wel mijn eerste gedachte die als vanzelf gaat. Echt waar? Ja, echt waar. Ik heb dat zelfs boven, als je dat zo zou kunnen zeggen, boven mijn relatie staan. Wow. Maar dat is niet iets wat ik aanzet. Dat is iets waar ik werkelijk mee wakker word. Is het ook wel eens irritant voor anderen? Ja, ik weet het niet. Ik ga er niet van uit dat extreme dingen in mensen irritant zijn.
Nee. Nou ja, ik moest ineens denken. Er was onlangs bij Eva Jinek Jules Deelde, die heel vervelend deed in de uitzending. En toen werd in heel veel berichten weer gerefereerd aan de beroemde botsing met Boudewijn Buug bij Barend. En dat was jij. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Want dat wordt ook wel eens. Dat wordt wel heel vaak herhaald. Ja. Nou ja, kijk, nu zeg je al iets heel interessants. Namelijk. Jij zei waarin Jules Deelder heel vervelend deed. Ja, dat zei ik. Ja, ik vond Jules Deelder helemaal. Jules Deelder was Jules Deelder. Hoe mooi wil je het hebben? Helemaal gelijk. Hij was totaal zichzelf. Hij was authentiek wie die is. En dan raakt een hele tafel in de war omdat de man Jules Deelder Jules Deelder is. Maar het gebeurt blijkbaar heel weinig op tv. Ja, jullie zijn allemaal heel enorm aangepast geworden. Jullie? Ja, de hele media. Okay. Ja, je moet meer op tv dus. Nou ja, misschien is dat niet zo'n gek idee. Om weer eens een keer dat je denkt, verzet de stoelen nou toch eens even. Weet je, of maar zit dat te veel in ons, dat wij inderdaad ons volgens de regeltjes gedragen? Nou, je ziet, ik vind wel dat je zou kunnen zeggen dat je bij talkshows dat allemaal kopieën van kopieën van kopieën zijn geworden. En dat heeft wel een zekere behaagzin of zo om die kijkcijfers te halen. Terwijl ik denk, wow, hoe mooi zou het zijn dat iemand televisie gaat maken en daar even helemaal niet op let en gewoon denkt, ik heb een kleine doelgroep en ik zie wel of het groeit. Nou ja, dit soort botsingen, zoals jij ook had, zijn juist heel goed voor de kijkcijfers volgens mij. Oh, dat zou ook nog kunnen, maar misschien zit daar dan toch een huiver. Dat mensen denken, oh, ik heb er nu 20. Als ik niet uitadem, heb ik er morgen 30. Maar zo voelt het voor mij als kijker. Kijk je nog wel eens? Nou, mijn televisie is al 8 maanden kapot. Oh. En ik heb hem nog niet laten repareren, maar daar heb ik geen tijd voor gehad. Ik kan ook op internet gewoon tegenwoordig gaan. Oh ja, maar daar ben ik niet zo goed. Nee. Maar ik hou wel heel erg van radio in de auto, weet je wel? Ja, terecht. Dat is ook heel. Heerlijk. Je hebt nu dus die, want daarom praten we met elkaar, die belangrijke internationale prijs. In oktober, hè, mag je hem ophalen? Ja, geweldig. Ja? Want ik begreep, je moest toevallig toch al in New York zijn? Nou. Ik ben wel aangeraakt door een wondertje van de planning, hoor. Van de kosmische planning. Want oh. De voorstelling Niet meer zonder jou, die ik maakte voor het Holland Festival met Nasmir Oral en haar moeder. Twee prachtspelers. Die is gekozen voor het Crossing the Line Festival in New York. 10 dagen daarvoor. Kijk eens aan. Dus jij gaat daar een hele leuke tijd beleven. Wow. Daar feliciteer ik je mee. En ik concludeer dat je eigenlijk al lang een internationale ster bent zonder dat heel veel mensen dat weten. Dank dat je wilde reageren en veel plezier daar in New York. Dank je. Ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Dag. Dag.